Hey, Rico vrienden, hoe is het daar? Nou, hier prima. We hebben het weer overleefd, hè. Koningsdag van Lingo Blote Naar. Ach, hè. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons een beetje opgestuurd? Ik ben benieuwd. Mozzarella. Ik vind mozzarella een van de lekkerste kazen. Ik gebruik mozzarella heel veel in de keuken. Ik vind mozzarella ook gewoon puur ook lekker. Heerlijk mozzarella. Maar mozzarella is niet alleen een van de lekkerste kazen. Het is ook een van de meest verkrachte kazen. Nagedaan. Neppers. En ik heb er hier dus drie neppers. Want mozzarella wordt gemaakt van buffelmelk. Deze worden gemaakt van koeienmelk. En aangezien de buffel en de koe wel familie zijn, maar niet helemaal bij elkaar passen, zeg maar zoals het ook in mijn familie gaat, hè, betekent dat het een niet hetzelfde is aan het ander. Dus dit zijn eigenlijk nep mozzarella's. En die komen uit de fabriek. Een echte mozzarella van buffel, die ruikt naar buffelmelk. En die is heel waterig en die valt uit elkaar. Dit zijn de goedkope varianten. Daar kan je mee squashen. Ze gaan van goedkoop naar duur. Deze is 59 cent. Deze is 1,29. En deze is 1,59. Dit is dus een duur merk. En dit is dan een goedkope meuk. Maar is er verschil? Dat gaan we proberen. En dat gaan we proeven in Jan Reviews. Zoals jullie weten zit in mozzarella zakjes vocht. Met het mozzarella bolletje. Dus ik laat hem even in het zakje, een bakje leeglopen. Kijk zo. Hoppatee. Nou, hartstikke lekker. Het witte bolletje, hij is hartstikke nat, edelgestevig. Dit is een mozzarella van Bellasa. Nou, hartstikke leuk. Dit is de Albert Heijn huismerk mozzarella. Er zit natuurlijk ook allemaal water in. Er zit natuurlijk ook een bolletje in. Hartstikke leuk. Die voelt al wat zachter. En die heeft een andere vorm. Deze is zeg maar een soort ovaaltje. En deze is meer rond. En dan de dure van Gabbani. Het is niet te geloven, maar ook hier zit heel veel vocht in. Wat voor u. Het balletje hier is eigenlijk precies hetzelfde als de rest. Alleen, deze is wat meer, laten we zeggen, stukkig. Ja? Nou, mooi. Drie witte bolletjes mozzarella. Deze, de goedkoopste, is wat geler dan deze. Deze is wat witter. En deze, ja, die lijkt wat groter en die is wat meer nat en stuk, zoals de echte mozzarella ook is. We gaan van goedkoop naar duur. Deze is knetterhard. De structuur is een beetje vlezig eigenlijk. Maar laten we even proeven. Hard. En smakeloos. Maar deze mozzarella smaakt naar niks. Nu is de smaak van koeienmelk mozzarella per definitie heel anders dan buffel met mozzarella. Want koeienmelk mozzarella smaakt ook gewoon minder. Er zit ook minder specifieke smaak aan. Maar deze smaakt naar niks. Dit is gewoon een hard bolletje verse kaas of zo. Niets met mozzarella te maken. Volgende, de mozzarella van Albert Higino. Die is al 1,29. Kijk, die is al natter. De structuur is anders. Kijk, waar hier dit echt op elkaar gedrukt is en hard, is het hier wat losser. Kijk, dit gaat wat makkelijker uit elkaar. Proeven. Het is natter. Het is vochtiger. Zoals de echte mozzarella moet zijn. Beetje, namelijk, eigenlijk moet het bijna uit elkaar donderen van natterheid. Nou, hier kun je het raam mee ingooien. Deze is wat zachter. Wat natter. En zit ietsje meer smaak aan. Maar ook maar een ietsje. En veel smaak zit er nog steeds niet aan. Dan gaan we naar de dure. Naar de Gabbani. Die is 1,59. Dat is een euro duurder dan die stuiterbal. Dus dan moet die ook al een stukje lekkerder zijn. Kijk, deze structuur is weer anders dan deze. Deze is ietsje duurder. Kijk. Die flikkeren uit elkaar.
Ondanks dat dit natuurlijk ook van koeienmelk gemaakt is. Dus nog steeds niet wat het moet zijn. Dit is inderdaad wel even fris. Echt vers. Proeft het. Is het natuurlijk niet, maar proeft het. Zacht. De smaak bij koeienmelk. Maar is ook fris. Ondanks dat die van koe is waard, is die wel zijn geld waard. Vaak namelijk zie je iets duurs te eten en is het net zo lekker of misschien iets minder lekker zelfs dan de goedkope. In het geval van mozzarella is dat dus niet het geval, want die goedkope is echt niet te nakken. Het gekke is dat het wel echt serieus oploopt van cijfer, kwaliteit en prijs. Tijd voor de cijfertjes. De Balazza mozzarella die je voor 59 cent kan kopen in de supermarkt, die moet je laten liggen. Er is namelijk niks aan. Smaakt eigenlijk niks. Beetje muffig. Is knetterhard. Misschien leuk om te smelten zo op je bijvoorbeeld lasagne. Maar ik zou dat niet doen. Want je kan beter iets met smaak doen. Deze knetterharde kogel krijgt van mij een 2. De Albert Heijn mozzarella is het beter qua structuur. Maar blijft gewoon hard. En smakeloos. Het is, het heeft eigenlijk niet zo heel veel van doen met mozzarella. Die krijgt van mij een 5. En de Galbani voor koeienmelk mozzarella is gewoon, ik heb hem al helemaal op zitten vreden. Die is gewoon helemaal lekker. Die is gewoon goed gebukt. Dit smaakt gewoon qua structuur en een beetje qua smaak ook naar hoe mozzarella moet smaken. De Galbani die krijgt van mij gewoon een 7. Nou, weten we dat ook weer. Hoi!